Ben ik nu grappig? Ben ik nu grappig? Hè? Ga jullie nu abonneren? En ga jullie nu liken? En ga jullie nu kijken? Hè? Ga jullie nu kijken omdat ik gewoon een fucking pruik draag? Nee. Hey daar, alles goed met jou? Ik hoop van niet en ik hoop dat je vanavond stikt in je eten. Humor van 2019. Deze keer is het geen stomme strontvideo waarin ik achter mijn computer ga zitten. Mensen, als jullie goed kunnen lezen, hebben jullie waarschijnlijk al in de titel kunnen zien wat wij vandaag namelijk gaan doen. Wij gaan namelijk vandaag... ik ga vandaag mijn meest irritante irritaties aan jullie gaan vertolken. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal deze video wel leuk vinden. Hè? En als dat zo is... Dan kunt jij eventueel een... Een van mijn irritaties is namelijk het bed overtrek. Je kent dat wel. Je hebt dan nog maar één hoek over. Je doet die erover. Dan ineens springt de andere hoek terug. Het lukt niet. Papa, ben je het? Wat een mooie jurk heb je. Volgende is een fucking USB. Je steekt het erin. Oh nee, het past niet. Het zou wel de andere kant zijn. Je steekt het erin. Het past ook niet. Dus jij, dikke mindfuck. Je probeert het nog eens. Dat past ook niet. En dan uiteindelijk doe je het en het past wel. Volgende is namelijk de puzzelstruggle. Je maakt een puzzel, je plaatst het laatste stukje in de puzzel. Je bent ik weet niet hoe tevreden, de puzzel is gemaakt. Spot je ineens een stukje dat verdwenen is. En dan is het ineens niet meer satisfying. Diezelfde dag nog. Volgende is spellingsfouten. En sommige spellingsfouten kan ik begrijpen, zoals moeilijke woorden, ik weet er nu even geen. Maar sommige spellingsfouten gaan er ook wel echt dik over. Mensen, ik vind met een... Ja, eigenlijk zie ik nooit iemand aan mij een T schrijven, maar meestal is het een DT-fout, maar ja, ik had er al zo eentje dus. Vind, ik vind is niet met een DT hier in deze zin. Abonneer, 1B, 2 N'en, 1B, 2 N'en. Deze fout kan ik eigenlijk wel nog begrijpen.
En dat is, we zijn gewonnen. We hebben gewonnen. Kijk, nu ben ik grappig. Nu gaan mensen lachen. Het volgende is mensen die 20 milliliter water in hun glas laten liggen. En dan het niet opdrinken. Oh man, ik zit echt vol, ik heb echt te veel gegeten. Ik kan echt niks niet meer binnenkrijgen. Echt waar, gewoon. Dude, kun je even die 20 milliliter water even opdrinken? Dat is echt irritant, weet je. Ik kan echt niet meer, dude. Ik zit echt vol. Als ik nu nog één iets in mijn lijf krijg, dan ga ik echt letterlijk ontploffen of zo, hè. Dude, je kunt niet ontploffen. Dat is echt technisch bewezen. Drink dat gewoon op. Het is echt niet zo moeite. Als je even 1 seconde moeite doet, dan is dat binnen 2 seconden weg. Dus ik zit echt vol. Ik kan er echt niet meer door. Dude, dat is echt kei irritant. Ik kan daar echt niet meer door mijn consumeren gaan. Dat is letterlijk 20 milliliter. Dat is echt letterlijk in 1, 2, 3 groepen. Ik ga daar echt niet van kunnen ontploffen. Je moet dat gewoon opdrinken. Dat is gewoon ook niet meer. Oké, ik ben verspild. Ik ben echt kotsbeu. Ik zal het wel opdrinken, oké? Oké. Zie, dat was toch niet zo moeilijk? Dat is gewoon... Stel je voor, je bent een Nerf game aan het spelen. Je bent lekker in die grind. Je bent aan het winnen. Je bent aan het knallen. Piu, 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 piu. En ineens zijn je kogels op. Dan moet je die weer beginnen oprapen. Als je ziet dat je telefoon maar 99% is opgeladen, dan wil ik zo dat die 1% erbij is. God zit zo te denken van, nee Maarten, jij mocht dit 100% niet hebben. Ik laat u hier zitten met die 99%, die heeft opgewoond. En dan zit ik daar zo van, heeft iemand een puntvormig voorwerp in de zaal dat net scherp genoeg is om door mijn huid te... Ik heb nog maar 10% over. Ik ga mijn communicatiemodel opladen. Maar ik moet snel zijn. Want anders gaat de batterij op zijn. Ik ben onderweg. Ik ga nu meteen in actie vliegen. Ik... Ho ho ho! Hier is het oplaadbare materiaal. Dat werkte goed. Zo, die zit erin. Diezelfde dag nog. Ho ho ho, wacht. Had ik dat brilletje wel op in de vorige scène? Wacht even, hè. Ho ho ho, het is nu al een tijdje verder. En dan bedoel ik echt niet 3 uur en 24 minuten. Oh nee, het is 99%. Oh, ik vind dat zo irritant, hè. Oh, potjan dikke me, zeg. Ik kan mij ook echt de dikste frustratie krijgen van mensen die zo raar zitten te ademen. Hier zat niks in. Hé, hey, maar kun jij ook gewoon door je neus ademen? Zeg. Laat mij eens gewoon de goed gevoel lezen. Kei, sorry, had je tripflipper. Ik ben nu al een week lang aan het werken en ik wil toch ook eens kunnen ontspannen. Maar allee, ik zou dat dan weer moeten doen, zeker? Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo niet, ja, dat is dan niet mijn probleem, hè. Zowel
Ja, dan kun je altijd een like achterlaten. Dat is ook altijd een opportunity. En altijd een mogelijkheid die jij kunt toepassen op deze video. Het is echt ook, eigenlijk stoppen wij. Ik moet gewoon accepteren dat mijn humor niet grappig is. Het is gewoon grappig omdat ik het op zo'n droge manier zou zeggen. Daarom lachen mensen waarschijnlijk ook. Maar op video is dat niet grappig, hè. Dus ja, like als je dat niet wilt. Dat moet je doen, anders stuur ik het leger op je af. Abonneren, dat moet je ook doen, want anders stuur ik ook het leger op je af. Delen, dat moet ook, natuurlijk, want anders stuur ik de smurfen op je af. Ik zie jullie in de volgende video waarschijnlijk terug. En zo niet, dan ben ik waarschijnlijk overreden door een tram. Ja, joep!